Dit is goddelijk, zeg. Jezus. Heel erg buitengewoon. Ik dank u heerlijk, hartelijk. En ik hoop wel... U moet weg. Hou nou even op. Ik hoop wel dat je de rest van de fles zelf mee naar huis neemt. Dubbele decanteren. Sinterklaas gaat weg. Jongens en meisjes, gaan we Sinterklaas met z'n allen begeleiden naar buiten? Ja. We gaan met z'n allen achter Sinterklaas aan. Wil je nog wat zeggen, Sinterklaas, en alle kinderen en alle ouders? Eén ding nog even. Ik wil nog één ding even zeggen, dat het namelijk... ik eigenlijk vind... dat als Sinterklaas weg is, is hij weg. En ik wil graag voor iedereen die daar moeite mee heeft... duidelijk maken dat ik wegga. Dus ik maak nog een iets wat ondubbelzinnig is. Een uittocht of een aftocht of... Een uitvaart. Wat? Dit wordt uw uitvaart, dan bent u tenminste zeker weg. Dan hoeft u nog meer onzeker. Doen we die. Maar het is eigenlijk een vraag van Marcel en Judith van Dalen... Die wilde graag dat u goed wegging. Ook voor de mensen, de kinderen die autistisch zijn. Of die willen weten, zeker weten, dat u echt weg bent. Dat u weg bent gegaan. Dan keert u weer rust in menig hartje en in menig portemonnee. Ik laat dat nu uitgebreid, duidelijk en ondubbelzinnig zien. Ik ga in rook op. Let op. Dag Hans Klok. We gaan weg. Dus nu gaat hij echt weg. Marcel en Judith, ik weet niet waar jullie zitten, maar ze gaan nu echt weg. En we gaan... Wat wil je zeggen? Ach, dankjewel. Is van mij, pepernoten. Wat aardig. Jongens, laten we met z'n allen Sinterklaas goeiedag zeggen. Dan gaan we met z'n allen zingen. Dag Sinterklaasje. Nee, niet dingen mee die niet voor jullie zijn, jongens, qua microfoons en zo. Ook dankjewel. Dag, dag, Zwarte Piet. Dag Sinterklaas. Dag wel Sinterklaas. Ik ga hem even door nog, hoor. Dag Sinterklaas. Even een wijn drinken. Echt lekker, hè, dit wijn. Ja. Nee, als het Dixieland wordt, dan gaan we ermee stoppen, hè. Dames en heren, het was ontzettend... Jullie blijven nog hier kijken of ga je naar jullie mama toe? Wat willen jullie? Waar is je moeder? Ga, loop maar naartoe. We gaan lekker op school bij moeder zitten. Jij mag ook naar je moeder toe, hoor, als je wil. Wat zeg je? Ik hoef niet. Prima. Ja. Zit je lekker in je eentje? Wil je naar je mama toe of wel? Nee. Die blijft ook lekker hier zitten? Oh, dat is je mama. Oh, je zit al lekker bij elkaar. Hartstikke goed. Nou, het was een heerlijk wijntje. Maar je moet wel de boot van Spanje moet je halen, anders ben je te laat. Geef je ons hartelijk applaus, onze decanteur Piet. En bedankt voor de heerlijke wijn, hè. Bedankt. Nou, daar gaat Sinterklaas weg. Nu zien we hem echt weggaan. Heel goed. Met 53 vermiste kinderen over nu in een paar uurtjes. Opsporing verzocht, denkt, hey, werk. Dus het is nu tijd voor kerstmis en we gaan met Oud en Nieuw. Dat is u misschien al ten oren gekomen. Gaan wij live Oud en Nieuw vieren. Ja, Sinterklaas gaat nu weg. Nu ziet u daar een boom. En dat is een bijzondere boom. Dat is namelijk de DSB. De Sylvesterboom. En dus de boom waar u de komende weken, als u daar behoefte aan hebt... kunt u 200.009 van u afschrijven. Is uw relatie over? Heeft u de Mexicaanse griep gehad? Bent u werkloos? Hebt u gewoon een kutjaar achter de rug? Ja, sorry kinderen, maar had je maar niet hier moeten blijven. Dan kunt u een baalbal in onze virtuele boom hangen. Dan moet u gewoon gaan naar www.lievepaal.vara.nl. En op Oudejaarsnacht gaan we de boom die achter u, die dus buiten staat... die gaan we dan met al die ballen die u heeft verzonden... omdat 2009 een vervelend jaar voor u was... die gaan we dan verbranden om dan in 2010 weer goed te beginnen. Daar is de boom, daar kunt u waarschijnlijk uw baalbal in hangen. Ga nogmaals naar www.lievepaal.vara.nl. En dan proberen we eind december al die baalmomenten in één klap te verbranden... waardoor we 2010 vrolijk in kunnen gaan.